Nee jongens, tuurlijk ben ik niet naakt. Ik ga vandaag spelen met een naakte fles. Zoals dat heet in Call of Duty Black Ops 3 natuurlijk. Ik ga spelen met de ICR 1 met geen attachments erop. Dus, we gaan nu naar de gameplay. Geniet van de video, laat je blauw duimpje omhoog achter en let's go. Oké, we zijn dus in een potje op dit moment. Zoals jullie zien speel ik met de ICR 1 zonder attachments. Wat natuurlijk ook de naakte klas heet hier op Call of Duty. Ik heb de diamond cannon erop. Natuurlijk zit er geen stok et cetera op. Maar ik heb daarvoor wel mooi een flashbang et cetera aan kunnen zetten. Dus dat voordeel heb ik wel. Daarom heb ik deze gozer ook op kunnen pakken. Jullie zien ook dat ik nu als webcam mijn camera gebruik. Waardoor deze ook 60 fps is. Maar geen greenscreen gebruik. Dus laat even weten. Moet ik greenscreen gebruiken of vinden jullie het ook gewoon zo mooi? Maar we gaan natuurlijk gewoon proberen een heel mooi potje neer te zetten. Met deze naakte kles. Zoals het natuurlijk heet. Zoals ik al zei. We hebben de UAV binnen. Ik speel by the way met de UAV. Shit. Met de UAV Lightning Strike en de Raid. En ja, we gaan proberen die gewoon natuurlijk te halen. Maar het voornaamste is gewoon dat we gaan proberen om een chill potje neer te zetten natuurlijk. Dan zit er daar zo en zo een sniper. Ja, ik wist het. En alsnog ga ik hem challengen. Dat is het slechtste wat je kan doen natuurlijk. Maar ja, shitty, shitty, shitty. Ik heb nog een flashbang, wou ik zeggen. Zal ik die dan ook even gooien? Oké, geen hits mee. Oké, dit was sniper. Voor mij komt er daar hier één uit. Even snel reloaden, ik heb geen extra max. Oh, geluk, wat een geluk. Weg hier. Kom naar binnen. Ze gaan vanaf hier komen, denk ik. Nope, vier hier. Yep. Oké, ik heb mijn site binnen. Oh mijn god. Ik heb mijn leiding. 1, 2, 3. UAV erin. Één leiding kill maar, shit. 300 punten naar mijn raid. Dus laten we hem gewoon proberen wat kills te maken. Met dit ding, wou ik zeggen. Teammate, komen ze in. Kom op! Ja! Het is altijd zo shitty om hier te zitten. Ik ga weg, je moet nog 15 punten. Als ik nu dood ga. Nee, let's go, ik heb mijn raid. Let's go! Woep, 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 woep. Doe dit ding maar weg. Spam is hier. Wat? Hoe kon dat maar hebben? Ik was echt even verbaasd, want ik denk, ik gooi die flash, want ik was nog aan. Oh shit, aan het switchen van wapen. Dus dan denk ik, hé, laat ik nou even snel die flash gooien. Dan kan ik hem killen. Maar dat kon dus blijkbaar niet. Daardoor heb ik een dead. Er staan 19 om 3 op dit moment. Maar ja, dat is kut dan. Dat is pech. Maar zit ze allemaal hier binnen. Yup, gooi die flash eventjes. Kom achter me aan. Doen ze niet, zit hier in. Oké, okay, die hebben. Shit, ik dacht mijn radio had. Maar die zat dus daarboven blijkbaar. Shit, mijn fout. Mijn fout, teammates. We gaan wel lekker. Het is een wapen natuurlijk met geen attachments. Ik heb wel perks aanstaan, dus. Misschien dat we volgende keer nog moeilijker kunnen maken. En geen perks aanzetten. Oh shit. Dat kunnen we misschien wel doen. Laat maar even weten of dat leuk is. Het voornaamste doel is wat ik nu even wil, is dat we dit potje winnen. Nice. En dan word ik gegranateerd door een war machine. Oh shit. Kom op, loop weer met Semtex. Nee, dat doen ze niet. Zo slim zijn ze dan ook nog wel. Soms heb je echt domme mensen, die lopen dan gewoon rechtstreeks achter je aan. En dan lopen ze gewoon zo. Vol, maar dan ook echt. Fuck you. Vol je Semtex in die dus neergepleurd. Zoals je dat net ook zag. Dan deed ik dat ook. Zo die Semtex hier neergooien. Zo dat asje. Bijvoorbeeld dood wordt geschoten door zo iemand. Dit nog een kans hebt dat hij er doorheen loopt. Ja, mooi zo. Ik wil MVP eindigen. Kijk uit.
Je hoeft iedereen. Nee, hè? Oké. Het zal wel. We staan MVP, we hebben bijna 30 kills, dat is mooi. Kom maar, 1-2. Niemand hier. Wel, teammates pakken ze allemaal op, mooi zo. Prima, joh. Zo. Oh, assistje erbij. Ik moet laatst even nog een beetje hem. Ja. Oh shit, jongen, we gaan het sowieso winnen. En ik ga sowieso wel MVP eindigen, let maar op. Huppakee. Waarom had ik hem heen? Ik zat even. Hè? Ik schoot er gewoon echt vol op zijn hoofd. Dat is misschien omdat je dan geen attachments heeft. Dat ik geen attachment heb. En hij wel, moet nog 1 kill. En die maak ik niet. Maar, jongens. Hier laat ik dus eventjes bij zien dat je niet per se een goed wapen nodig hoeft te hebben. Om, of een goede attachment nodig hebt. Zo, ik kom niet uit mijn woorden. Ik laat dus hier zien dat je niet echt goede attachments nodig hebt om een lekkere score net te kunnen zetten. Want ik heb op dit wapen helemaal geen attachments. Laat daarom je blauwe duimpje omhoog achter. Dan helpt me natuurlijk enorm. En dan zie ik jullie morgen bij weer een gloednieuwe video. Dus laat je blauwe duimpje omhoog achter. Als we 100 likes kunnen halen, zou dat super awesome zijn. We gaan ons dansje doen. En 3, 2, 1. Tot morgen.